En daar hebben ze beginnen gevonden. Daar gaat zich in de bank zitten. En daar wordt lekker rondgedraaid. Maar jammer, voor dat we niet in beeld liggen. Kijk, daar is er. Daar hebben ze het publiek gehaald en hebben ze in de bank gezet. En de muziek die daarachter gespeeld wordt, die is van de Zaterharmonie. Duurtendoel. De Zaterharmonie Tutendul, ieder jaar weer de bie. Ook vandaag, ook hier weer in de Valkenbergen optocht. En van gewoon naar Schinnepkeul. Ja, dat zijn de Schinnejoren. Hun thema is geen pannenkooi, maar een rollatorcircuit in Schin. Wat zeg wat een pannenkooi is? Een pannenkooi, dat is eigenlijk een kou. En daar kunnen ze dan in kunnen stoen met een bal of met een wat dan ook. En dan kunnen ze in sporten. Ja, en dan kunnen ze dus aan en zitten en dan gaat de bal niet goed. En ja. Ja. Dat is even voor de lui, want die weten wat een pannenkooi is. Het is eigenlijk sporten op de vierkante millimeter gedaan. Ja, ja, ja. Ja, de bejaarden in Shin die moeten aardig kunnen sporten, want die hebben geen winkel meer. Dus nee, die moeten het wiel lopen. In Shinnepkeul is binnen niks meer, want deze supermarkt is gesloten. Binnenkort sluit nog de laatste, ja, zoals we zeggen, middenstandswinkel met bloemen. Ik heb trouwens gehoord dat er gisteren al lege plunder is om die bloemen uit te smieten in Shinnepkeul. Maar goed, dus er blijft niks meer over. En ook nog geen pannenkooi. Dus dat wordt in Shinnepkeul gans gaat. Ja, dus hebben ze nu maar een relatiecircuit gemaakt. Een goeie sigaar roken, dat is een tijd van het jaar. Als er maar niet binnen in een horecagelegenheid is, dan komt dat wel goed. Dat is het beste de sigaar. Deze groep is trouwens met 9 personen, lopen dus voor de eerste keer met. En tevens lukt daar de bekende postbode Jan Bartels in met. Die heeft net zijn 25-jarig dienstjubileum gevierd. En afgelopen zaterdag, 14 februari, is er uitgeroepen als prins Jan de Eerste van Spaarclub aan Gevannes. Oetje natuurlijk. En de groep Bruin is vandaag en ze zijn elkaar eigenlijk altijd. Iedereen steunt elkaar eigenlijk zeg maar door dik en dun. Ja, Marie houdt zich er even bij gezet. Maar Marie ziet het duister in, die heeft de zonnebril nog op. Ja. Maar hier komt u het wel inderdaad aan. Oh. Klopt, en ik ga het niet in de schema, maar ja, goed, we zien toch dat het Tutendul is. Ik zie nu ook dat het Tutendul is. Ja. Dat zijn fouten, witteraak. Oei, 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 oei. Volgend jaar krijgen we weer geschoten, Bok. Gekleed in trouwkostuums, omdat een aantal leden van hun dit jaar of de komende jaren 25 jaar getrouwd zijn. Ja, ze is een Pools bruutje. Oh ja, Pools, ja. Wat is in de aanbeen? Ja. Moet wel eerst een snor afzeren. Goed, we gaan nu naar de grote wagen. In de hoge wagen. Ja, dat gaat weer over de kredietcrisis. Ja. Ik tref ook Shen, daarom houden we weer halverwege de boel de pin erin. Het is een groep jongeren van ongeveer 20 personen uit Shinnepkeul en ook uit Valkenberg, maar een merendeel van de groep komt uit Shin. De leeftijd is tussen de 15 en 25. Het is het tweede jaar dat ze de carnavalswagen boeren en metlopen in de optocht in Valkenberg.
ze hebben dus een hoes geboet, maar het is een half afgeboet hoes en dat komt natuurlijk door de crisis wat er is. In de Weetse zin vooral gaat komen, dat is een Playmobil, 3 dagen lang als een spasmobiel. Het is een groep van 8 personen. En het spreekt eigenlijk een beetje voor zich. We hebben wel veel gewoon van u gekregen aan. De Playmobil, 3 dagen lang. Als spasmobiel. Ja, dat heb ik net al verteld. Oh, ik word even weg. Ja, dat was even. Vond voor even voor de duidelijkheid. Vond voor even een drinken halen. Hoe heb je het een drinkje gestoken? Ja, dat stijgt nog achter, maar niet doen. Oh. Ja, het is een applaus, maar kun je hier telefoons? Wat is dat alleen? Gegenstorm is gewoon gesminkt. Dag, jong Olaf. Het zijn allemaal Playmobil-mannetjes. Playmobil-mannetjes. En die mevrouw die heeft een echte play. Is het dat die met dat gele short voor? Ik ben niet goed, mobiel. Nee, dat is duidelijk, want die heeft er al later bezig. Olaf. Ja, dat is wel hartstikke leuk goed gebeurd. Ja, ik zie dat wie zo'n 8 personen met onder andere Tanja Meeuwis. Maar ja, goed. Die andere 7 zijn minstens even belangrijk. Ja. Oh, daar heeft de nummertjes er even staan. Ja, Sean. Olaf. Is dat prijsverdachtig? Dat is prijsverdachtig. Oké, dat is toch dus de pot en zuiver maken. Dan moesten ze het zien. Oeh. Met de Erwik Stronspredebie. Ja, de bril goed afvegen. Ook de boven. De leven ook nu. Sean, ook even erachter. Want ik nummer gaat er overheen gaan. Ja, wat is het nu nog aan doen? Oh ja, het truug aan een gebiedje. Cameraman Roel, daar staat erbij. Nou, wat een dure wc. Nou, als ze met de wc wordt gewoon, moest ze misschien 11 euro betalen. Ja, dat bedoel ik. Wat eigenlijk duur om te plaatsen. Ja, dat vind ik ook eigenlijk duur. Oh. Even ophouden nog. Even ophouden. Gewoon van het doen, van verloop, van cool. Nee, hier zijn van een Einzelganger gekomen. Oh. Ik ken de wafel niet houden. Als het goed is, is dit Lei Eurlings uit Schen. En die loopt al vele jaren met de optocht met als Einzelganger. Samen met zijn vrouw. Loopt normaal gesproken met, maar die is... Oh, wacht, die komt misschien in beeld. Ja, daar komt ze. Dit is de vrouw van Lei Eurlings. En die gaat dus al samen al jaren met de optocht met. Dit is mevrouw Eurlings. En dat is Gerda Eurlings, om het jou precies te zeggen. Oh, ja, maar we hebben veel Eurlings in Valkenberg. Ja, en het ze zet geen sigaret meer. Dan motiveren we ons maar in een lotje. We zijn allemaal lotje hangen. Oh, een lotje. Oh, nu snap ik hem. Oh, kijk eens daar. Allemaal ja, lekker. Dan kun je met hier een grote lotje. Ja, ja. Allemaal lotje met mevrouw. Ja, dat is goed. Veg maar eens even op de lens. We schakelen ze bij een oezuur, want ze hebben nog geen ander beeld. En hij heeft Roel ook het gekregen. Ja, Roel, wat heb ze gekregen? Ook het lekkers gelukkig. En Linda staat die bio's. Bij Nancy en bij mij, met Jannik, om de kabel en met snor te dragen. Als we de Romeinen de Vikingen willen verslaan, dan hebben we nog 22 jaar te gaan. Ja. Dat is de carnavalsgroep Shin Romanos. Gunt voor de eerste keer met deze optocht. Ze hebben in het najaar sinds ze begroet met hun idee. De Shin Romanos bestaan vervolgens uit de jongeren Chantal Engelen, Pascal Willens, Danny Smeets, Mieke en Elke Bekkers, Rick Le-